Er is een goudkoorts uitgebroken in de dorpen Godolo en Kisai aan de Tapanahoni-rivier in het district Sipaliwini nadat een goudader is ontdekt. De berg waar de goudader in zit wordt geclaimd door beide dorpen. De situatie is vandaag weer uit de hand gelopen en er hebben weer gevechten plaatsgevonden tussen de dorpelingen uit Godolo en Kisai. Afgelopen zondag raakten zij reeds slags met elkaar en werd op elkaar geschoten met jacht- en machinegeweren. Zeker 3 mannen zijn afgelopen zondag naar Paramaribo overgebracht voor medische behandeling. Zij verkeren buiten levensgevaar, zegt politiewoordvoerder Milton Bishop. Ondanks de politie en de militairen in het gebied zijn om de rust te bewaren en onderzoek te doen naar calamiteiten, is de situatie vandaag verder geëscaleerd. Het blijkt dat er vandaag wederom een schotenwisseling heeft plaatsgevonden, waarbij 25 gemaskerde mannen het vuur hebben geopend op gouddelvers van Godolo. 1 is geraakt aan de halsstreek en uit voorlopige rapportage blijkt ook dat uit de groep van 25 mannen ze onderling mot hebben gekregen en dat er ook 2 gewonden zijn. Dus dat is de voorlopige rapportage die ik heb van de collega's aan de andere tijden. Maar de politie is bezig op locatie samen met het Nationaal Leger. Inmiddels zijn er een tal van hulzen. Ja, de forensische dienst is ook daar. Tal van hulzen zijn in beslag genomen, afkomstig van jachtgeweren, machinegeweren en vermoedelijk pistolen. Ja? Dus dat is de voorlopige details die ik heb, die ik de samenleving kan meegeven. En wat blijkt ook, dat de mannen die gewond zijn vandaag, in feite woonachtig zijn, voorlopige rapportage, woonachtig zijn in Paramaribo. Ja? Maar ze hebben misschien een of ander link daar en ze zijn ook daar, of ze waren daar voor werkzaamheden. Dus de slepende kwestie die voor het traditioneel gezag probeert te bemiddelen, maar zeer zeker staat de politie die als taak heeft de orde te handhaven. Ja, zorgen voor een stukje veiligheid, zal de politie niet schromen om strafrechtelijk op te treden. Bishop geeft verder aan dat het om een slepende kwestie gaat. De mannen van Kisai hadden begin juni aangifte gedaan tegen de dorpelingen van Godolo, nadat ze met geweld waren verwijderd van de goudader. Afgelopen zondag gebeurde het tegenovergestelde. Waarbij de mannen van Kisai, dat blijkt uit voorlopige rapportage, dat de mannen van Kisai juist op locatie zijn geweest, waarbij er schoten zijn gelost, waarbij er gebruik is gemaakt van machinegeweren, jachtgeweren, eventueel pistolen, en dat er geschoten is op de mensen die bezig waren. Ja, de mensen die bezig waren om goudwinning te doen. Het voorlopige rapportage blijkt verder dat er 3 gewonden zijn. 3 gewonden, er waren 7 slachtoffers in totaal. Dat blijkt ook uit verhoren van de slachtoffers. Maar 3 zijn geweest voor medische hulp, waarvan reeds 2 buiten levensgevaar verkeren. En 1 reeds is ontslagen. De rust in het gebied wordt bewaakt door de politie en militairen en het onderzoek wordt voortgezet, zegt de politiewoordvoerder. Het is niet uitgesloten dat er alsnog arrestaties worden.